allemaal, zoals jullie kunnen zien, ben ik geen jongen, zoals mijn personage. Mijn naam is Claire van Dam, ik ben 14 jaar en mijn grootste hobby is dansen. Ik heb deze plek onder de kerstboom uitgekozen om mijn motivatie te laten zien, omdat ik echt van kerst hou. Ik vind het super gezellig en dit is mijn kerst 2014, dus ik ben heel erg benieuwd hoe mijn kerst 2015 eruit gaat zien, mocht ik meegaan op de boot. Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien op het filmpje dat hier vooraf ging, vond mijn personage een lief in fles. En dat is mijn motivatie en die wil ik nu gaan jullie laten zien en gaan uitleggen. Dit is mijn motivatie. Dit zijn ook mijn doelen meteen die ik wil stellen als ik meega op het schip. Ik ga ze allemaal eventjes stuk voor stuk nalopen. Dit is Vulkaan. Dat is een van de expedities die je gaat doen als je meegaat aan boord, Vulkaan klimmen. Deze mannetjes staan voor leiderschap en jezelf durven te zijn. Je ziet het duidelijk dat hij de leider is. Hij staat iets buiten de groep. Hij durft zichzelf te zijn, want iedereen draagt hier een rode stropdas, maar hij durft een zwarte stropdas te dragen. Dit staat voor plannen. Dat is niet een van mijn sterkste kanten. Maar ik hoop heel erg dat ik er beter in ga worden. Dat ik dat zeker ook ga leren als ik mee mag. Dit staat voor zeilen. Zeilen op een tolship lijkt me echt ontzettend gaaf. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Het lijkt me heel interessant om te leren. Deze boeken staan vooral voor school. Ik wil gewoon dat ik goed over kan gaan naar VWO 5 aan het einde van het jaar. Spaans wil ik natuurlijk ontzettend graag leren. Want ja, ik vind het gewoon een hele mooie taal. Het wordt heel veel gesproken, is ook best wel belangrijk. En dit zijn een paar van de plaatsen die we gaan bezoeken. Ik wil gewoon heel graag meer van de wereld zien. Ik vind het ontzettend mooi. Ik vind het heel erg leuk dat we naar zoveel verschillende plaatsen gaan en landen. In het midden heb ik een quote gezet. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore, dream, discover. Van Mark Twain. Ik vind het een hele erg mooie quote. En pas er zeker bij. Omdat het letterlijk en figuurlijk is. Het is natuurlijk figuurlijk bedoeld. Want hij bedoelt niet echt dat je weg moet gaan zeilen. Maar hij bedoelt meer dat je meer de wereld moet gaan ontdekken. Dat je alles gaat ontdekken. En niet alleen maar hier thuis op de bank moet gaan hangen. Maar voor leerlingen die meegaan aan School at Sea is het natuurlijk heel erg letterlijk ook. Omdat wij zeilen dan letterlijk weg. En je gaat echt zoveel ontdekken, zoveel mooie dingen doen. En het lijkt me gewoon ontzettend gaaf om dat te doen. Je ziet zoveel nieuwe dingen. Je ontwikkelt jezelf zo erg meer. Ik vind dat gewoon geweldig. En dit was zeg maar mijn collage. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar meer jongens. Ik ben geen jongen, maar ik sta zeker mijn mannetje wel.